Ik ga je in deze video laten zien hoe je ionen uit een oplossing kunt halen door middel van neerslagvergelijkingen. Eerst moeten we een oplossing hebben. En dat doen we bijvoorbeeld met magnesiumbromide. Magnesium 2 plus en BR-. Nou, we beginnen met het zout op te lossen. En dat is dus een vaste stof. En magnesium heeft de lading 2 plus. En brom heeft de lading min. Dus ik moet er van die brom 2 nemen. Nu gaan we hem oplossen. Dat betekent dat we het magnesium-ion krijgen. Mg2. Opgelost in water, dus Aq erachter. En het brom-ion. Per min Aq. Van die brom hadden we de 2. Dus er moet hier nu een 2 voor. Het zijn twee bromionen, daarom komt de tweede voor. Maar hier zit broom in een molecuul met magnesium en er moeten twee laag eronder. Als we nu deze ionen uit de oplossing willen halen, moeten we een ander zout zoeken wat een neerslag vormt met magnesium of met broom. We gaan eerst naar broom kijken. Broom zal een neerslag vormen met bijvoorbeeld zilver. Want daar staat dat dat slecht oplosbaar is. Dus we gaan een zout toevoegen met zilver. En dat moet een oplossing vormen. Zodat als ik deze twee zouten bij elkaar doe, het zilver met het broom een neerslag vormt. Nou, we kunnen natuurlijk niet gewoon zomaar zilver oplossen. We moeten dat doen in de vorm van een zout. En we kiezen een combinatie bij zilver die goed oplost, bijvoorbeeld nitraat. Nitraat lost eigenlijk altijd goed op. Dus dat is altijd een slimme keuze bij dit soort sommen, zilver heeft de lading plus en nitraat de lading min, dus ik hoef hier niks aan de aantallen te veranderen. Om de oplossing volledig te maken zet ik nog even het NO3-ion in opgeloste toestand erbij. En wat ik nu heb is twee buisjes. één met magnesiumbromide oplossing en één met zilvernitraat oplossing. En die ga ik samenvoegen. En wat er dan gebeurt is dat de combinatie van zilver en broom die slecht oplosbaar is. En dat geven we op deze manier aan. En wat we daarna doen is de neerslagvergelijking nog een keer eronder zetten. Waarbij we zilver en broom laten reageren tot een vaste stof. Eerst zijn het natuurlijk nog ionen. En nu staat hier een 2 bij die broom. En die 2 die staat er alleen maar om hem kloppen te maken met magnesium. Als we dan de neerslagvergelijking maken, dan hoeven we die 2 hier niet voor te zetten. Als ik dat wel zou doen, dan heb ik natuurlijk 2 keer een min. En dan zou ik daar ook een 2 moeten zetten. Maar dan kan ik ze weer tegen elkaar wegstrepen. En de vaste stof wordt dus AG Br. Als vaste stof. 1 plus en 1 min. Nu hebben we een manier bedacht om het broom eruit te halen. Wat we ook gaan doen is een manier bedenken om het magnesium eruit te halen. Ik schrijf daarvoor nog een keer de originele uh, oplossing hieronder: MgBr2 en twee keer broom. Ik heb nu gewoon deze bovenste reactievergelijking, of oplosvergelijking, heb ik nog een keer hieronder gezet. En we gaan nu een stof zoeken die met magnesium een neerslag vormt, zodat we ook het magnesium uit deze oplossing kunnen halen. Nou, we zoeken hier even bij magnesium een combinatie die slecht oplost. Dan kom je misschien bij zuurstof uit. Maar je ziet dat zuurstof altijd slecht oplost. Dus die gaan we niet kiezen. We gaan hydroxide kiezen. Die lost slecht op met magnesium. Nou, ik moet dus een oplossing bedenken waar hydroxide in zit. Die op zichzelf goed oplost, maar met magnesium niet. Dus ik ga kiezen om kalium te nemen. Dus we gaan hieronder: kalium en hydroxide. En kalium heeft de lading plus, en hydroxide heeft de lading min. Dus dit kan ik aan elkaar zetten. Die gaan we oplossen. Dat wordt k plus aq en oa oh, I min mean, aq. Dan kijken we weer welke combinatie daarvan slecht oplost. En dat is de combinatie magnesium en hydroxide, want zo hadden we hem gekozen. En dan schrijven we de neerslagvergelijking eronder. Magnesium 2 plus. Slaat neer met hydroxide. En dan hadden we er net uh, met die 2 te maken. Hier stond die 2 van brom En die hebben we toen niet meegenomen uh, in de reactie daaronder. Nu moeten we wel een 2 hier gaan zetten. Want ik heb magnesium 2 plus. En OH-. Daar moet een 2'tje voor, want dan heb ik weer 2 min. Ook al staat hij hier niet, dat maakt niet zoveel uit. Ik mag hem er wel bij zetten hier. En dit levert ons op, de stof MgOH. En die OH zijn met z'n tweeën. En het is een samengesteld ion. Dus er moeten haakjes omheen. En dan een twee. En dat is een vaste stof. Nu hebben we dus magnesiumbromide opgelost in water. En vervolgens hebben we de ionen van broom eruit kunnen halen. En we hebben de magnesiumionen uit kunnen halen door een stof te kiezen die neerslaat met de desbetreffende ionen, en zo kun je ionen uit zout halen.